Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ik ben nog gelukkig getrouwd. Dus het moet zo Ja. blijven. Ik heb het nooit gehad. Serieus niet? Nou. Dat geloof ik niet. Ja, een keer een jongen die tegen mij zei: oh, heb je het koud? Ik zei: ja, ik kan jou wel even warm houden. Ik hoor het wel veel. Ja, je hoort het wel. Ik heb wel eens verkering gehad met iemand, een passagier. Ik ben getrouwd met een passagier. Ik heb ook wel één keer een meneer gehad die wat ging bestellen. En dan zei ik: wilt u nog iets anders? Zie je me glunderen als ik het over heb? Mooi. Ja, ik wil wel jouw nummer. Toen dacht ik: oh. Die staat niet op mijn kaart. Dit hebben we niet, meneer. Even kijken, staat niet in mijn tablet. Ze hebben uiteindelijk nummers. Nee, ik heb helemaal geen nummer uitgewisseld. Want mijn ouders zaten aan boord. Heb ik ooit een nummer gehad? Ja, één keertje ook. Van een jongen op de laatste rij. Toen ging ik op Facebook kijken en toen bleek dat hij gewoon een vrouw en een kind had. Maar mijn zusje die had stiekem zijn nummer ontfutseld. En die gaf mij zijn nummer. En zonder dat ik er vanaf wist, gaf zij hem mijn nummer. Daardoor hebben we tot op de dag van vandaag nog steeds discussies over wie heeft het versierd. 14 jaar later en 2 kinderen verder. Wauw. Was het de leukste positie van mijn leven.